Yo, kijkers van Duffy Games en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien wel weten ben ik koninklijke wachter en moeten wij de troonzaal beveiligen. En Adriaan, die hier voor me loopt, killer 112, die was zo brutaal geweest om eerst de koningszaal lichtjes te betreden wat niet mocht. En daarna heeft hij de koning geslagen. En dat is dus nu het gevoel dat hij naar gevangeniseiland moet. We zijn nu onderweg naar gevangeniseiland. Ik neem het straks verder op. Het is gewoon even een klein stukje. We gaan helemaal lopen. Het is een behoorlijk stuk. We moeten van de desert biome door een sneeuw biome en dan naar gevangeniseiland. En voor degene die het volgen, de andere kanalen van Yennava, weten dat het op sneeuw, of op sneeuw, op gevangeniseiland koud is. Kil. En je hebt er helemaal niks. Dus daar gaan we Adriaan heen brengen. En ik ga straks daar ook nog even opnemen. Maar het hele stukje naartoe lopen, dat willen jullie niet aandoen. Dat is echt ontiegelijk ver. We zijn nu voor mij net op de helft. Dus ja, tot zometeen. Oké, yo mensen, daar zijn we weer. We zijn inmiddels bij het oversteekpunt gekomen. Dat we naar gevangeniseiland gaan. Waar de koning ook op ons is aan het wachten. We gaan Adriaan eraf leveren. Waar de fuck gaat Adriaan heen? Hij gaat daar. Hij gaat zelfmoord plegen onder in de zee. Adriaan, kom naar boven. Steve. Ik hou hem onder schot. Nee, pak. Zo gaat hij in een boot gaat. Ja, ik kan ook zwemmen. Moet ik net toch alles al lopen doen, dan ga ik nu ook zwemmen doen. Zo. Dan ga ik gewoon achter je aan. Koning, bent u er klaar voor? Ik kom er aan, jongens. Zijn jullie al bijna? Ja, we zitten rond het eiland. Oké, dan kom ik eraan. Is er een goede beveiliging? Want ik wil natuurlijk niet door deze idioot worden aangevallen. Twee man sterk, koning. Twee man. Oké. Ik weet nu wel dat je nog een heel rondje moet zwemmen. Leuk toch? Daarvoor doen we net. Extra rondje. Als jullie horen heeft Adriaan er geen zin in. Ik heb het gezegd. Maar nee, laat maar. Jongens, aan welke kant komen jullie aan? Waar de boot staat waarschijnlijk. Oké, dan zal ik daar mijn weg naartoe gaan. Hey, koning. Eken zal ik niet doen. Oh, zeker niet. En Adriaan, heb je er zin in? Ja, waarom niet? Hè? 5 uur zitten op een eiland. Moet voor altijd een eerste keer wezen, toch? Dat is waar. Maar ja, je hebt nog geluk, want je hebt de koning gewoon aangevallen. En dan heb je nog wel geluk dat het nog maar 5 uur is, hè? Ik heb mijn uitleg gegeven, dus ik zeg, ik vind dat ik onterecht de gevangenis ingestopt word. Maar daar mag je straks met je advocaat over hebben, die is er nu niet, dus. Nee, mijn advocaat die mag er niet eens bij wezen, omdat het zelf een bewaker is van gevangenis eiland. Ik denk dat we hier maar het eiland op gaan. Moet anders hier nog helemaal omheen. Ik weet het, maar dit gaat wat sneller. Kijk dan, dat gevangeniseiland. Dan lopen we rond. De koning, ik weet niet of we helemaal bij de boot aan gaan komen. Aangezien we nu... Oh, even maar dat is de enige ingang. Nou, volgens mij niet. Adriaan, deze kant op. Waar ga je heen? Adriaan, hier komen. Ik ga Luzu. Adriaan, over de muur, hup. Oh, wel over de muur. En dan een rondje lopen tot we bij de ingang zijn. En als je de koning ziet... Bleef je van hem af? Anders zullen wij niet zo vriendelijk zijn. Oeps. Oké, goed zo, doorlopen. Koning, we komen eraan. Oké. Ik heb een nieuwe spel op mijn Empire Wand en... hij doet het aardig goed. Ah, ik zie jullie. Gegroet soldaten van je naven. Gegroet koning. Oh, hij is daar. Hij is de achtergrond. Oh, hier. Gegroet. Wees dichter bij de gevangene, hij loopt zomaar los daar. Ja, we zagen u niet. Oké. Okay. Bij deze verklaar ik Killer CVK. Heer Koning Samal, het is Killer CVK. Wat een debiele naam ook. Verklaar ik jou namens het Koninkrijk van Yennava tot 5 uur in gevangeniseiland onder strenge bewaking. Yay! Idioot. Het nog leuk ook. Laten we starten met hem te martelen. Ja, yeah. Leuk. Fucking vet. K-
kijk. Maar plaats. Dat is ook wel fijn, hè? Als jij misschien zo even in dat vuur komt te staan, of niet? Ja, dat wil je wel, hè? Meer... Wat een brutale gast. Ja, eerste maal, ik heb mijn uitleg gegeven. Ik vind dat hij mij onterecht schadigt. Hmm. Bij deze beslis ik ook dat jij geen bewaker meer bent van het gevangeniseiland. En jij wordt namelijk naar ergens anders verplaatst. Binnenkort. Andere groepindeling. Oh. Ik vind nu wel dat we naar de gevangenis is. Is goed, koning. Jij... Oh, dus gaan we het zo doen. Is goed, koning. We handen het verder af. Tot ziens. Oké. Okay. We gaan maar even mee. Adriaan, volg. Doorlopen jij. Volg Duffy. Nee, volg jou. Oh, oké. Dus ik... Oké, wat ik goed begrijp tussen jullie twee zijn bewakertjes van Heer Samal, Koning Samal. Jee. Adriaan, loop even door die kant op. Die kant gaat op. Mij dus nu in een andere groepsindeling doen. Om een fucking bug. Ja, dat is goed, joh. De koning heeft gesproken, Adriaan. Wij kunnen hier ook niks doen. Adriaan, wil je gewoon doorlopen? De spullen kunnen zo meteen daaruit. Loop maar door. Heeft maar zo meteen die spullen aan de wachter. Loop maar door. Doorlopen, Adriaan. Zullen we een mooie cel voor je uitzoeken? Adriaan, doorlopen. Ja, ik loop dit vind door, ik al, dit vind ik al iets moois. Waar is die? Hij is hier. Ja, Adriaan. Kom jij maar even mee. Kom maar. Ja, Adriaan, jullie weten daar zelf heen. Niet eens waar jullie heen willen, hè? Hierheen. Ah. Waar brengen we hem nu heen? Oh, hier is ook een mooi. Kan die hier wat? Nou. Dit is een beetje iets te groot voor hem. Laat hem naar een iets krappere ruimte brengen. Oké. Okay. Hier komen. Adriaan, omdraaien. Of we laten hem hier achter en sluiten hier gewoon het hek af. Nou, dat kan ook. Vind ik ook goed, hoor. Fucking relaxed. Nee. Laat hem maar gewoon dat hij nog maar net zijn rug om kan draaien. Oké, Adriaan, lopen dan. We gaan nu naar een cel toe. Oké, stop met er maar in dan. 5 uurtjes. Boeien. Ja. Oké, loop nu maar meteen door naar de cel. Dan is het klaar. Laat het dan verdomme ook zien. Loop fucking om. Omlopen! Nee, dat is gewoon... Ook zie je er nog een naam. Is daar onze wachter? Die hem van ons gaat overnemen. Waarmee? Is daar wachter Boyd? Wacht, hou de gevangenen daar. Het is hier nog gevaarlijk. Oké, we lopen door. Welke wachter is dat? Als het goed is het Boyd. Adriaan, waarom stop je met lopen? Dat ik ook nog andere dingen te doen heb. Oeh. We zijn aangekomen. Goed, we zijn er. Wacht even op Boyd. Komt Boyd eraan? Anders doe ik het zelf, dan schiet ik zelf tegen. Ik heb wel tegen hem gedaan. En aangekomen. Nee, aanbetaler. Oké, okay, open. Ga jij hier maar in? Ja, open S1. Hem maar. Ga er maar in. Jij gaat lekker in X1. Zo. Oh. En over 5 uurtjes komen we je er wel weer uithalen. En als ik er nou zelf uit kan komen? Dan komt de koning denk ik wel langs. Ja, alweer. Nou Adriaan, veel plezier hier. Ik denk dat mijn kijkers het hartstikke leuk zullen vinden dat jij lekker vast zit. En mensen, bedankt voor het kijken. Oeh, daar komt de Empire Wand spels. En tot de volgende keer.